kijk, firewalls, het woord zelf van de firewall is ontstaan. Vuurmuur. Uit de auto-industrie. Dus als je een auto hebt, dan zit daar sowieso iets in dat ervoor zorgt dat de auto niet, als je motor in brand vliegt, dat die mensen dat erin zitten, dat dat niet direct heel de cockpit in lichterlaaien gaat zetten. Dus hier zit een firewall tussen, minstens een ijzeren plaat, dat ervoor zorgt dat het vuur niet direct kan overslaan tot binnen de auto. Dus vandaar is de firewall ontstaan. Een firewall, dat is niet direct uw volledig veiligheidsbeleid. Als je alleen maar een firewall zal hebben, dat is niet echt voldoende om alles af te weren, maar het is wel een onderdeel dat belangrijk is in het systeem. Er bestaan ook verschillende soorten firewalls, dus de inleiding die dat ik hierin geef is vooral de basis van een firewall die dat kan filteren op IP, op poorten. Maar de firewalls bijvoorbeeld, er zijn ook andere firewalls die kunnen filteren op applicatieniveau, op het hoogste niveau. Dus eigenlijk kunnen gaan kijken in pakketten en wat je allemaal aan het doen bent, die dat dus nog meer beveiliging kunnen bieden. Dus dit is de basis van de firewalls. Heel dikwijls hebben mensen iets van, ja, een firewall, heb ik dat eigenlijk wel nodig? En daarom wil ik even een kleine vergelijking maken. Dus stel je voor dat je in een straat woont en daar staan allemaal dezelfde soort autootjes. En dat zijn zo van die hele saaie, bijna oostblokachtige trabantjes. Die rijden ook niet zo hard. Die deuren die staan allemaal zo wat open. Je kunt er instappen als je wilt. De sleutels liggen gewoon op het dashboard. Als je er dus een wilt pakken, dan kun je weg. Verder staat er dan in die straat, en dat is de enige in heel de stad, staat er dan ook nog een chique sportwagen. Nu, die sportwagen, ja, heel chique model, kan heel snel rijden. En het probleem daarmee is, die hebben ze niet laten openstaan. Dus daar hebben ze zo een of ander elektrisch hekwerk rondgezet, zodat je er niet zo gemakkelijk bij kunt in de straat. En er zitten ook zo van die hondjes die dat komen bewaken, zodat je zeker een beetje zotte honden met zo bloed aan hun tanden. Dus je gaat zeker niet direct proberen om daar binnen te geraken. Die is heel goed op slot gedaan, een paar extra sloten, anti-diefstalsystemen. En dan is de vraag, ja, stel nu dat je een auto wilt stelen. Ik ga heel goede tips geven. Stel nu dat je een auto wilt stelen, de welke zou je dan gaan stelen? En dan heeft iedereen misschien van, ja, kijk, die knappe sportwagen, dat is zo'n uniek stuk, dat zou ik eigenlijk wel willen pikken. Want die andere auto's zijn al gewoon, je kunt eigenlijk sowieso een auto ervan hebben als je wilt. Nu, in vergelijking met de computerwereld zijn die chique auto's, de goed beveiligde, meestal de banken. Die hebben hun servers heel goed beveiligd door hun netwerk. En dit zijn dikwijls mensen thuis of een server dat is wordt opgezet door iemand die dat er niet echt veel op let. Nu, dat is één ding wat dan eigenlijk belangrijk is. Deze mensen, dat zijn de typische mensen die zeggen van, ja, weet je, ik heb thuis een netwerk en goh, ik laat dat openstaan en dan kunnen de mensen ook gewoon mee. Allee, kunnen die ook surfen op mijn netwerk? Dat is toch gemakkelijk voor die mensen, hè? Nu, stel nu dat ik deze chique auto wil hebben, stel nu dat ik een bank ga overvallen, dan is deze auto misschien nog wel heel interessant. Want als ik met dit auto een bank ga overvallen, ja, dan, en ze moeten mij zoeken daarna, ja, al die auto's zien er hetzelfde uit, dus dat is heel moeilijk om te gaan zoeken. In de serverwereld is het zo dat deze... Stel dat dit is heel gemakkelijk in te nemen. Het is ook heel gemakkelijk hier om de logs te gaan verwijderen. Dus dat betekent als ik als aanvaller, ik ga nooit rechtstreeks, als ik een bank zou willen aanvallen, ik ga nooit rechtstreeks naar die bank gaan. Ik ga eerst zorgen dat ik minstens
een gemakkelijk tussendoortje, een servertje heb om langs te gaan. Meestal meer dan ene. En dat ik dan via die bank kan gaan aanvallen. Op die manier kan ik overal eigenlijk mijn sporen gaan verwijderen. Ik kan die ook gewoon formateren als ik gedaan heb. En dan kan ik toch aan die bank geraken. Dus het is niet omdat je eigenlijk een klein serverje hebt dat niet zo belangrijk is, want dat vinden die mensen, ik heb toch niks belangrijks staan op mijn systeem. Dat wil niet zeggen dat je dat dan slecht moet gaan beveiligen. Dat zijn net de zwakke punten van het internet waarmee dat je naar ergens anders gaat. Dikwijls ook in andere landen om uit te opereren. Dus dat is het begin voor de firewall. Nu, we gaan zelf een aantal opstellingen voorzien voor de firewall. Dus ik vertrek van een soort voorbeeld dat we gaan gebruiken. Dus mijn firewall ga ik definiëren. Ik ga ook mijn lokaal netwerk daar aanhangen. Dus dat is mijn bedrijf. En ik ga eigenlijk alle verkeer filteren alsof ik de hoofdfirewall ben tussen mijn bedrijf en het wolkje van internet. In mijn voorbeeld is het dus ook zo dat ik hier servers heb voorzien in mijn bedrijf en ook clients. Dus ik ga twee soorten regels gaan definiëren. Ik ga de regels definiëren voor mensen die vanuit internet naar mijn netwerk komen, maar ik ga ook regels moeten definiëren voor mijn eigen personeel, zeg maar, mijn clients die dat naar internet gaan. En daarvoor vertrekken we van een voorbeeld netwerk. Dus op die firewall gaan we toegangslijsten zetten. En we gaan bijvoorbeeld DNS-verkeer voorzien, zien dat mensen kunnen surfen enzovoort. Even nog bij wijze van herhaling, de standaard communicatie, dat is zo de basis voor firewalls, of dat zijn net de dingen die we gaan filteren natuurlijk. Dit is een client, die gaat bijvoorbeeld surfen naar een server, bijvoorbeeld port 80. Een webserver. Hoe kan die verbinding gaan maken? Om het eenvoudig voor te stellen, gaat hij eigenlijk een SYN-pakket sturen. SYN, dat is eigenlijk een verbinding aanvragen. Die gaat zelf daarvoor een poort gebruiken hoger dan 1024. En dan gaat hij één SYN-pakket sturen. De server zelf, als hij een SYN-pakket binnen krijgt, dan gaat die antwoorden met een SYN-ACK. Dus die gaat die SYN eigenlijk bevestigen. SYN plus ACK. Dat is een bevestigde SYN. Dat betekent, ja, is goed, je mag verbinding maken. Als die server zelf geen HTTP-server zou zijn, dan zou die dus niet die verbinding gaan bevestigen, maar bijvoorbeeld een reset sturen in plaats. Alle pakketten die dan volgen, dus als dit gedaan is, dat is de eerste synchronisatie eigenlijk. Alle pakketten die dat volgen, die worden ook nog een keer bevestigd dan. Dus daarna volgt terug door de client de aanvraag van de website en dan moeten alle pakketten bevestigd worden. Dat is TCP, de typische TCP-connecties. Dat zijn de eerste connecties dat er zijn.